De carnaval is nu echt voorbij, dus dat betekent haringhappen, askruisjes ophalen, maar vooral de sleutel van de stad teruggeven. Het is vandaag aswoensdag, dus het carnaval zit er officieel op voor dit seizoen. Na een mooi feest hebben de prinsen en de prinses uit gemeente Bergendal de sleutel van het dorp weer overgedragen aan de wethouders. En zo te horen hebben ze het naar hun zin gehad. Ja, heel erg genoten. Ja, maar mijn stem, ja, die is er klaar mee. Ik denk toch wel onze eigen optocht in Leut. Dat is wel het allermooiste om in je eigen dorp rond te rijden. Ik heb genoten vanaf de eerste dag tot en met vandaag, zeg maar. En ik kan het iedereen aanraden om het mee te maken. Het is echt een happening. Ik heb zelf gelukkig geslapen in ons eigen dorp. We hebben een heel mooi feestje gehad. En jammer genoeg was ik dus niet in Beek. Maar ja, we hebben echt een mooie afsluiting gehad in ons eigen dorp. Dus ben ik heel erg trots op dat dat kan. Bedankt ook alle prinsen uit de gemeente Bergendal en in het bijzonder Hans, die de 62 wat een geweldige tijd hebben gehad. We gaan nog de sleutel inleveren en dan als goed is nog een feestje laten zwemmen. Ze hebben een fantastisch feest georganiseerd, allemaal in hun eigen dorp. Dus dat was hartstikke geslaagd, deze editie. Ja. Je ziet alleen maar blije mensen. Overal is één groot feest. En de optochten zijn gewoon, ja, vooral in je eigen dorp, is natuurlijk het mooiste wat er is. Dus je ziet hoe de mensen genieten. En ook de oudere carnaval samen, die hebben we gedaan 2 dagen. Ja, dat is gewoon schitterend als je die mensen samen met de ziekenbezoeken ook eens een glimlach kan toveren alleen al door binnen te komen. Ja, als je ziet hoe die mensen veranderen, dat is gewoon echt mooi om te zien. Ja. Dat is ook wel fijn dat we hem zelf weer in onze eigen handen hebben, hoor. Maar met alle vertrouwen hebben ze aan de prinsen gegeven. En het is ook helemaal prima verlopen. Dus daar zijn we trots op. Nu gaan we op naar volgend jaar. Maar we moeten even nog bijkomen van dit jaar. Hè? Dank u wel. Een speciale eenheid van de politie bewaakt het ontplofte drugslab in Herveld. Volgens een 112-correspondent ter plaatse is het team zwaar bewapend. De politie doet nog altijd onderzoek op het terrein aan de Merkelhorststraat. Het lab zat in een schuur bij een boerderij. Door de explosie raakte het bouwwerk zwaar beschadigd. Brokstukken kwamen in bomen terecht. Het drugslab is nog niet ontmanteld, meldt een woordvoerder van de politie. Inmiddels is er al wel een vrachtwagen van Seon gearriveerd. Dit bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het opruimen van gevaarlijke stoffen. De Nijmeegse krakersgroep Jan 10 heeft in het centrum van Nijmegen opnieuw een pand gekraakt. Net als de vorige keer betreft het een pand aan de Broerstraat. Op Instagram meldt de groep, terwijl half Nederland dakloos, te duur, voor weinig of precair woont, staat het halve land leeg om de zakken van vastgoedmagnaten te vullen. De politie was dinsdagavond al even in het pand aanwezig. Ze stelden vast dat er geen sprake was van huisvrede, wat zou betekenen dat de krakers moeten verdwijnen. Maar de agenten vertrokken vervolgens weer zonder actie te ondernemen. De gemeente Heumen vervangt vanaf maandag 19 februari de glas- en textielcontainers op het Zuidplein in Malden. De containers op het Noordplein komen volgend jaar aan de beurt, als het plein opnieuw wordt ingericht als onderdeel van het project Vitaal Centrum Malden. De containers zijn aan het einde van hun levensduur en in slechte staat, aldus de gemeente, en moeten daarom vervangen worden. De werkzaamheden aan het Zuidplein gaan 5 werkdagen duren. De gemeente doet er naar eigen zeggen alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. In Nijmegen was dinsdag aan het begin van de avond een grote stroomstoring. Zo'n 1400 huishoudens zaten in het donker. Dat zegt een woordvoerder van de netbeheerder Liander. Niet veel later werd de storing al beperkt tot 400 huishoudens en later op de avond was deze geheel verholpen. Wat de oorzaak van de stroomstoring is, is niet bekend. Een oude traditie in het carnaval is de boerenbruiloft. Een paar dat in de onecht wordt verbonden. Een neptrouwpartij dus, maar wel met een feest natuurlijk. Dit jaar extra feestelijk omdat het samenvalt met Valentijnsdag. In Slijk-Ewijk werd dan ook alles uit de kast getrokken. Ja, boerenbruiloft is eigenlijk een onderdeel van de 4 dagen, 5 dagen carnaval. En daar sluiten we meestal de dagen mee af. Dan wordt er door een commissie, waar ik onder andere bij zit samen met Jan Knipping en Frank Jansen, gaan we een echtpaar uitkiezen wat in het onecht verbonden wordt. En dan maken we de hele dag feest van. Het is een heel oud gebruik, het is ooit ontstaan in de middeleeuwen.
En het ging een feest van de adelen. De adelen die wilden hun zonde afkopen door een feest te organiseren voor de burgerij. Dat is zeg maar de traditie. Maar in het dorp hier is het de bedoeling dat je een paar speciale mensen uit een groep of die heel actief zijn bij een vereniging of op een andere manier actief zijn in het dorp, die even centraal te stellen voor zo'n dag en daar een feestje om te bouwen. Ze zijn allebei zijn ze lid van de carnavalsgroep De Muppets, die vandaag ook 25 jaar bestaat. En zodoende hebben we hen ook uitgekozen. Wat is voor jou nou liefde? Liefde voor mij is niet echt Valentijn. Liefde is er altijd. En dat moet er gewoon altijd zijn. Liefde betekent voorwaardelijk en onvoorwaardelijk voor elkaar te zijn. In voor- en tegenspoed. Vooral in gezelligheid. Ja, liefde is mijn hele leven. Maar vooral in deze dagen met carnaval. Om beginnen te borrelen en te stromen in mij. En dan merk ik dat ik vooral heel veel liefde heb voor iedereen. Bijzonder voor mijn vrouw en mijn kinderen. Maar ook hier in zo'n vereniging. Ja, dan merk je dat die liefde tussen iedereen opkomt. Dus bij mij ook zeker. Liefde. Dus enerzijds de aantrekking. Voor elkaar, hè? Dat je echt gewoon aantrekkelijk iemand, leuk om elke keer weer te zien, mooi om te zien, maar ook wel houden van. Wat heb jij nou met de dag van de liefde eigenlijk? Nou, voor mij is het eigenlijk het hele jaar de dag van de liefde. Er gaat geen dag voorbij dat ik opsta en denk, zal ik een bloemetje kopen voor mijn vrouw? Meestal vergeet ik het, maar heel soms doe ik het toch en dan maak ik het zo gelukkig. Ja, het is toch altijd wel een beetje een bijzondere dag, maar niet, nee, wij doen niet meer aan bloemen en dat soort dingen. Nee, volgens mij vergeten we het al jaren, de datum. Ook in Beuningen is dit jaar een bijzonder paar uitgekozen. Erik Smaak en Piet Peters. Ze zijn in het echt ook een stel. En het komt niet vaak voor dat er tijdens een boerenbruiloft een homostel in de onecht wordt verbonden. Piet en Erik worden vanmorgen al vroeg thuis opgehaald voor hun boerenbruiloft. Nee. Heel veel herkenbare gebruiken, net als bij een echte bruiloft. Maar ook net even anders natuurlijk. En deze onechte bruiloft is wel heel bijzonder voor het carnaval. Wij willen een statement maken in die zin dat iedereen bij de carnaval erbij hoort en de carnavalsvereniging voor iedereen openstaat. Dus in dit geval ook voor twee mannen die getrouwd zijn. Het is eigenlijk een unicum, ja. Ik geloof dat wij hier in deze regio de eerste zijn. En hoe vinden jullie dat? Super leuk. Echt heel geweldig. Maar alles heeft een prijs. Een paar dat zich tijdens carnaval in de onecht laat verbinden, krijgt het nodige te verduren. Ook Piet en Erik. En Erik bleef ook heel snel slapen bij onze Piet. En daar lagen ze dan, hè. Lekker lepeltje tegen elkaar. Of zoals dat bij hun heet, balletje billetje. Maar dan vraagt de onechte burgemeester Bruls dan toch om de bekende reactie. Wat is erop geantwoord? Ik ben even weg. Ja, zeker wel. Oh. Het was een erg zachte, maar regenachtige dag vandaag. Het regengebied zal in de loop van de avond wegtrekken en dan klaart het op. Het wordt wel een relatief warme nacht met zo'n 11 graden als minimum. Morgenochtend krijgen we nog wat regen te verwerken, maar later op de dag wordt het vaker droog. Het wordt wederom zo'n 14 à 15 graden. Dat geldt niet voor de vrijdag. Dan krijgen we met veel buien te maken en af en toe wat bewolking. De zon kan zich even laten zien, maar de regen heeft de overhand. In het weerbeeld van het weekend zitten nog grote verschillen, dus daar later meer over. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 14 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons ook even op de sociale media. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.